recruitment is sales geworden. Je kan een vacature wel op social media zetten, maar er komt gewoon onvoldoende reactie van onvoldoende kwaliteit op binnen. Hoe haal jij als ondernemer en werkgever high potentials uit de markt? Dat en meer in deze video. Welkom bij 7D-TV. Ja, bij mij te gast Leon Spek. Leon, van harte welkom. Dankjewel. Van Sales Supply. Zometeen het antwoord op die vraag. Want als het goed is, weet jij daar behoorlijk wat van. Maar laten we in het kort eens even jouw pitch doen. Sales Supply, wat doen jullie? Sales Supply is een recruitmentbedrijf. Gevestigd in Den Haag. Gespecialiseerd in sales recruitment en executive search. Dus wij behandelen voornamelijk sales vacatures en leidinggevende vacatures. En ook in sales op executive niveau, zeg maar? Of want je hebt natuurlijk salesmensen en salesmensen. Hebben jullie nog een soort van focus daarbinnen of niet? Ja, zeker vanaf een 3-4 jaar werkervaring begint het bij ons. Dus laten we zeggen vanaf een mid-year niveau, ja, tot met echt hele specialistische senior functies, waarbij mensen niet alleen een heel veel jaren ervaring moeten hebben, maar ook specialistische kennis, bijvoorbeeld het gebied van bepaalde techniek of IT-kennis. Dat doe je sinds 2015, toch? Ja, correct. Met hoeveel mensen? Want het is niet, is het jouw bedrijf of doe je het met partners? Of? Ja, het is mijn bedrijf en we zijn met z'n vier op dit moment. En het leuke van ons bedrijf is dat wij alleen maar met 50-plussers recruiters werken. Dat is wel onderscheidend ten opzichte van de rest van de markt. Dan kan ik een hele grove opmerking maken. Ze oude lullen bij elkaar, maar ik zal het niet doen. Maar dat is ervaring, heet dat toch? Ja, dat gaat gewoon over senioriteit. En die heb je gewoon in de huidige markt. Heb je die nodig om kandidaten te overtuigen? En senioriteit is gewoon letterlijk je levenservaring. Gewoon. Levenservaring, ja. Maar vooral ook bij ons saleservaring. Want recruitment is sales geworden. Ja? Ja. Want? Ja, dat heeft ermee te maken dat kandidaten op dit moment niet op jou zitten te wachten als recruiter. Die zitten allemaal met een heel mooi salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja, en dan bellen wij. Ja, dan moet je sales skills hebben, sales een vacature kunnen pitchen. Ja. Om die kandidaat te overtuigen, toch even te kijken naar de vacature die jij in aanbieding hebt. Want dat is natuurlijk een hele lastige vraag om aan jou te stellen. Maar kan een werkgever, want dat was mijn openingsvraag, hoe zorgt er als ondernemer of werkgever ervoor om die high potentials binnen te halen? Hebben ze daar per definitie sales supply, lees jou, voor nodig? Ja, ik denk het wel. Als ik kijk naar andere bureaus die werken met hele jonge, onervaren mensen. Ja. Wij, voor onze markt, voor de vacatures die wij behandelen, geloof ik daar niet in. Ik geloof erin dat je daarvoor senioriteit nodig hebt en in combinatie met sales skills. Dus mensen die jarenlang gewend zijn om iets te verkopen. In dit geval zijn wij bezig vacatures te verkopen. Ja. En in een markt waarbij kandidaten ruimschoots de keuze hebben tussen verschillende werkgevers met fantastische arbeidsvoorwaarden allemaal. Ja. Denk ik dat je met senioriteit en sales skills veel verder komt. Wat moet je als... jij zegt dus ook heel duidelijk dat, even los van Sales Supply, dat werkgevers een recruiter nodig hebben? Of kunnen werkgevers, ondernemers ook, zijn er ook ondernemers en werkgevers die hetzelfde kunnen als wat jij doet? Nou, kijk, als ik heel eerlijk ben, als jij een bedrijf, een heel bekend label bijvoorbeeld, heel veel mensen vinden het heel gaaf en stoer om bij Apple te werken of zo, of bij Microsoft, of nou, noem de grote bekende labels maar op. Ja. Denk dat die voor bepaalde goed betalende functies prima zonder recruiter kunnen, daar ben ik heel eerlijk in. Maar als jij die hele bekende naam niet hebt, of je zoekt zo'n specialistisch profiel, ja, dan onze eigen ervaring is ook, en dat horen we ook uit de markt terug, je kan een vacature wel op social media zetten, maar er komt gewoon onvoldoende reactie van onvoldoende kwaliteit op binnen. Ja, en dan ben je toch vaak aangewezen op een recruitmentpartij. Wat doen, als je kijkt naar de werkgeverskant, ondernemerskant, wat is thematiek op dit moment? Waar zijn ze naar op zoek met name? Waar zit de schaarste het meest? Dan heb je toch over combinaties van een bepaalde ervaring. Dus laten we zeggen 4, 5, 6, 7 jaar werkervaring binnen. Nou, dat kan sales zijn of management of in combinatie met branchekennis. Dus we willen iemand die al zoveel jaar binnen de financiële wereld of binnen de cloud of binnen detachering hebben rondgelopen. Mm-hmm. Die combinaties, dan zoekt men toch vaak het schaap met de 5 poten. Ja. Ja, daar heb je toch vaak snel een recruitmentpartij voor nodig die mensen uit de markt gaan vissen, want die zitten allemaal al prima op hun plek bij hun huidige werkgever. Wat doen werkgevers allemaal niet goed?
Want ik open natuurlijk met de belofte van hoe haal je nou als ondernemer en werkgever de high potentials aan boord. Ja. Wat doen ze allemaal fout? Nou, ze doen een heleboel fout. Ja, maar haal er eens een paar echte dingen uit waarvan je denkt, ai. Nou ja, wat wij zelf bij onze klanten meemaken, maar ook wel daarbuiten. Maar wat wij echt gewoon te vaak nog meemaken in een huidige kandidatenmarkt, hè, waarbij kandidaten schaars zijn en de keuze aan werk, nou, plenty. Mm-hmm. Dan zien we toch nog steeds werkgevers die bijvoorbeeld vacatures wegzetten, in de markt zetten, met hele lange lappen tekst waar ze de arbeidsvoorwaarden niet in vermelden. Er staat helemaal geen euroteken in de vacature tekst. Dat vind ik heel gek, want we werken allemaal toch primair ook voor centjes te verdienen. Ja, moet je gewoon inzetten meteen. Dan moet je gewoon inzetten. Helemaal niet zo moeilijk. Is ook helemaal niet maar zo. Ik hoor nu al de werkgevers zeggen, ja, maar dan kunnen concurrenten zien wat wij aan de salarissen doen. En, maar wat heeft die kandidaat ermee te maken, Ronnie? Niemand toch? Dat heeft niks toch? Of wel? Nee. Die kandidaat heeft niks te maken met die concurrent of Kim en Patrick die al 10 jaar in dat bedrijf werken, die zien het dan ook. Ja, dat klopt. Maar hoe wil je die mensen anders overtuigen om in ieder geval even naar je vacature te kijken? Dus transparantie is de standaard in deze. Dat moet. Dat is Je komt anders niet weg. Een andere veelgemaakte fout is, en die klinkt heel tegenstrijdig in de huidige kandidatenmarkt, niet of te laat reageren. Dat zien we ook gewoon nog te vaak. Ja, maar Kim van HR is nu 2 weken op wintersport, dus over 2 weken gaan we op die kandidaat reageren. Serieus? Het gebeurt echt bij ons, bij onze klanten, nou, maandelijks gewoon nog. En dat ik denk van, ja, maar wie vangt Kim dan op als ze op vakantie? Ja, dat niemand. Oké, dus die kandidaat van ons moet nu 2 weken wachten. En dan denken wij, ja, jongens, je bent af. Je ligt klaar. Je bent klaar, want die kandidaat die gaat verder en die kiest voor die andere 2 werkgevers. En daar maak je dan een keuze uit, die wel snel reageren. Wat maakt een evaluatie, want dit is die werkgeverskant. En het is misschien goed voor de kijkers om te zeggen, in de beschrijving vind je ook nog een link naar andere video's waarin we wat dieper ingaan. Want je hebt echt prachtige lijstjes als het gaat om wat doen ze allemaal fout en wat moet je goed doen. Dus we hebben een aantal soort van helpvideo's gemaakt met allemaal tips op een rijtje. Die vind je onder in de beschrijving. Kun je straks naar kijken. Maar we hebben nu die ondernemer en die werkgever behandeld. Wat leren jullie kandidaten? Want dat is misschien ook wel interessant, want jullie zitten natuurlijk tussenin. Ja. Kijk, een kandidaat kan supergoed zijn, maar die kan volgens mij ook dingen niet goed doen. Dus als jij nou een advies zou willen geven aan een high potential, die nu lekker ergens zit, hè, maar die wel een soort ambitie heeft van, ik wil de komende jaren nog wel eens even kijken, links of rechts. Wat moet zo'n kandidaat dan doen? Ja, ook daar heb ik een heel lijstje voor natuurlijk. Dat vreest hij al. Maar ik zal er een hele belangrijke uitlichten. Zorg hier wel voor dat je, en dat is te vaak niet voor elkaar wat ik nu ga vertellen, dat je cv en je LinkedIn profiel exact hetzelfde zijn. Dus dan heb ik het niet alleen over bedrijfsnamen, hè, of die ene werkgever net even vergeten, per ongeluk expres, dat gebeurt wel eens. Maar ook gewoon even jaartallen. Werkgevers vinden het niet betrouwbaar, laat ik het daar even houden. Als iemand een cv heeft die afwijkt van het LinkedIn profiel van die kandidaat. Maar moet je nog een apart cv hebben naast je LinkedIn profiel? Ik zit niet zo in die markt hoor, maar je kan toch gewoon een export doen van je LinkedIn profiel? Dan heb je toch een cv? Of? Ja, dat kan, maar veel van onze klanten vinden het toch prettig om nog eventjes een pdfje of een Word documentje ernaast te hebben waarin alles duidelijk voorkomt. Je kan namelijk in LinkedIn niet alles heel mooi exporteren. Men wil toch vaak even net documentje hebben van zo'n profiel. Ja, maar zorg dus wel dat die in sync zijn. Dus dat je niet dat die allebei een soort van hetzelfde zijn. Ja. Het bestaat jobhoppen en zo. Hè? Ik weet nog dat ik uit een tijd kom dat je enorm moest oppassen op je cv. Dat als er te veel werkgevers op staan en te korte tijden, dat mensen denken van hey, wat is er met jou fout? Ja. Geldt dat nog in deze dynamische wereld? Ja, we zien de jobhoppen wel toenemen en er is wat meer, nou laat ik het noemen, tolerantie aan de kant van werkgevers. Ja. Maar als jij als kandidaat, laat ik eventjes een voorbeeld noemen, in 5 jaar 6 verschillende banen hebt gehad, dan houdt het wel op. Ja. Dat kan 2 keer pech zijn, maar de 3e, 4e, 5e keer, daar geloven werkgevers en wij dus ook niet, dat geloven we niet. Nee. Dus als iemand gewoon te onrustig in zijn privéleven bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, bijvoorbeeld. Hey, luister eens. En dan zitten jullie ertussenin. Laten we eerst eens algemeen, want ik vind dat recruitment wereld echt een super interessant wereldje. Wat zijn op dit moment ontwikkelingen, los van het feit dat jij zegt van ja, het is een kandidatenmarkt. Wat zijn trends wat jou betreft ontwikkelingen in jouw vakgebied op dit moment? Ja, dat is, kijk, het belangrijkste, dat noem je zelf al. Maar, en daar hangt eigenlijk de rest aan vast. Dus er is meer werk dan dat er talenten zijn.
En daarbij komt kijken dat werkgevers, en dat vind ik een hele jammere, nauwelijks bereid zijn, uitzonderingen daar gelaten, om de 50-plusser, de 55-plusser nog een tweede of derde kans te geven. Ah, ja. Dus er is echt helemaal niemand tussen de 25 en 35 die nu thuis op de bank zit met een goed cv te wachten op een nieuwe vacature. Tegelijkertijd weet ik, ik spreek ook regelmatig met UWV over de markt. Mm-hmm. Vind ik interessant. Mm-hmm. En ik hoor echt van die mensen ook terug. En wij zien het zelf ook. Er is een heel groot bestand van 55-plussers met een waanzinnig cv, een waanzinnig bak en aan ervaring. Ja, wij willen ze graag hebben als recruiter overigens. Yeah. Die gewoon niet meer aan de baan komt. En dat is een... Als je nou hebt over diversiteit. Yeah. Daar heeft men het heel veel over in de media. Heel veel bedrijven willen heel erg divers zijn. Wij komen discriminatie op punten als geslacht, afkomst in onze markt nooit tegen. Maar wel op leeftijd. Nooit. Maar wel op leeftijd. Leeftijd heel vaak. Ja, ja, ja. En ja, dat is dat. Dat maar vind is dat dan het cliché van oh, 55 plus, die is niet meer flexibel, heel duur. Dat soort clichés? Ja, dat soort clichés. Te duur, is niet meer eager genoeg. Misschien iemand die te veel one-trick pony, kan niet meer iets anders aanleren. Is misschien niet snel genoeg meer met bepaalde software of technologie. En meer, allemaal variaties op het thema. Ja. Maar iemand van nu, van 55, die moet nog 12 jaar. Hè? Ja. En iemand die vaak, die heeft ook gewoon zijn diploma's en een bak aan werkervaring, levenservaring. Ja. Ik zie daar bijvoorbeeld juist heel veel positiviteit in. Bijvoorbeeld, die persoon die gaat niet meer in het weekend in de lampen hangen. Dus die is maandag gewoon op tijd. Ja. Die heeft nog zoiets. Ja, ik ga nu een heel ouderwets woord gebruiken, Ronnie. Ja. Arbeidsethos. Ja, 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 dat ja, hebben ja. ze nog. Ja. Kijk, ik werk met allemaal 55-plus mannen, recruiters. Die zijn elke dag een half uur te vroeg. Hmm. Nou, moet je ze omkomen op die 25-jarigen. En die vinden het onwijs leuk. En om nog lekker aan de slag te zijn. En weet je, ja, die nieuwe software en zo, ja, daar moet je misschien een paar minuten meer tijd aan besteden om die mensen daarin te begeleiden. Uh-huh. Maar dat leren ze wel hoor. En ik kan me ook nog eens een keer voorstellen dat juist, want voordat we dan weer in de cliché, want we moeten ook weer oppassen dat we niet in de clichés van twintigers gaan pakken, dat die zeg maar geen arbeidseten, want er zit er ook best tussen die hard kunnen Tuurlijk werken. Wel. Maar ja. Ik vind de combinatie vind ik interessant. Ja. Want als je nou hebt over diversiteit, dan, ja. Ik merk dat in mijn eigen werk, want ik ben ook geen 40 meer, ik ben er net boven. Maar hoe heet het? Maar ik werk in de evenementenbranche natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk, dat stikt van de jonge gasten. Hè? Ja. En dat ik merk dat ik die dynamiek juist heel leuk vind. En zolang ik heb het idee dat die andere kant dat ook wel leuk vindt. Ja. Juist omdat je wat ouder bent, ja. Dat mingelt natuurlijk als een jekko. Want je kan, weet je, zij hebben weer andere inzichten dan ik en andersom. Dus zou je niet gewoon een recruitment tak moeten optuigen die hier gewoon keihard op gaat pitchen op deze propositie? Of ga ik nou op jouw stoel zitten? Nee, dat je mag. Ja, ik vind het hartstikke leuk idee. Je mag prima op mijn stoel gaan zitten. En ik denk dat het prima zou kunnen werken als je bijvoorbeeld inderdaad een team zou samenstellen met wat jongere mensen. Ja. Man, vrouw door elkaar, ook belangrijk. Maar ook vooral die senior erbij. Ja. Jonge mensen zijn toch vaak sneller enthousiast te krijgen voor een onderwerp. Oudere mensen zijn soms wat conservatiever, moeten er heel even wennen. Ja. Maar als die diesel helemaal aan de gang is, dan loopt die wel. Waarbij soms jongeren af en toe even weer moeten aanhaken van, ja, ben ik nog wel enthousiast over dit onderwerp. Ja. Dus die kunnen elkaar inderdaad, zoals jij zegt, versterken. Maar in onze markt, even terug naar recruitment. Ja, wij merken gewoon dat je met een stuk levenservaring ook meer overtuigingskracht krijgt. Mm. En dat je ook die kandidaten, wij zitten met name ook in de senioren kandidaten, in de senioren functies, dat je die levenservaring kan gebruiken om toch op gelijke hoogte te komen met die kandidaat. Ik bedoel daarmee, je bent als recruiter altijd die kandidaat aan het wegen als je die spreekt, face-to-face of via de telefoon of maakt niet uit. Mm-hmm. Maar wij worden ook gewogen de eerste 2 minuten. Wat ik daarmee bedoel, je bent als kandidaat ons aan het wegen, die recruiter aan het wegen van diegene die ik aan de lijn heb, snapt überhaupt wel in welke business ik zit? Ja. Heb ik niet een of andere 23-jarige koekenbakker aan de lijn die eigenlijk niet helemaal weet waar hij het over heeft? Ja. Als
die kandidaat dat gevoel heeft, dan lig je eruit als recruiter. Dan heb je de interesse niet gewekt. Iemand met die levenservaring en het netwerk, die zich wel verdiept heeft in die vacature, die wordt vervolgens aangezien en binnen 2 minuten heb je een leuk gesprek en dat zo'n kandidaat zich openstelt. Ja. Is dit de belangrijkste onderscheidende factor van jullie als recruiter? Want jullie zijn natuurlijk met alle respect niet de enige. Het is natuurlijk een hele volle markt. Zeker. Het stikt van de recruitmentbureau groot-klein, met specialisaties of niet, of whatever. Wat onderscheidt jullie nog meer, los van dit, want dit is een duidelijk betoog. Ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je denkt van ja, dat doen wij echt anders of beter? Of? Ja, naast senioriteit drijven we ook nog een andere kurk. En dat is sales skills. En daar begon ik mijn verhaal eigenlijk vandaag mee. Dat is dat recruitment is sales geworden. Je hebt gewoon sales skills nodig. Dat is niet alleen pitchen. Maar dat is ook snappen hoe je met tijdsdruk en deadlines en KPI's om moet gaan. Dat hoef je mijn mannen niet meer te leren. Even, ik onderbreek je, want sales, en dan bedoel je met name, is dat dan sales richting de werkgevers? Of is het met name sales om die topkandidaat uit zijn stoel te krijgen waar die nu zit? Ja, die laatste. Kijk, wij zitten nu in een markt waarbij, dat klinkt, ik wil niet arrogant klinken, maar aan nieuwe vacatures komen, aan nieuwe werkgevers komen. Dat is niet de grootste uitdaging. Nee. De grootste uitdaging is nu, en dat zullen alle werkgevers ook beamen, die toptalenten, de high potentials uit de markt trekken. Daar heb je gewoon sales skills voor nodig. Dus daar kan je HR bijvoorbeeld, dus een HR-afdeling is meestal binnen een bedrijf verantwoordelijk voor recruitment. Maar die hebben niet de sales skills om een kandidaat onder een minuut te kunnen uitleggen waarom deze vacature zo'n gave next level uitdaging is. Waardoor de deur al in ieder geval op een kier gaat, zeg maar. Dat iemand tenminste even gaat kijken naar die vacature. Dat kunnen jullie beter dan dat de werkgever dat zelf. Ja, want dat is gewoon sales. En de mannen die bij mij aan de slag zijn, die hebben meer dan 20, 25 jaar saleservaring. Die hoef je niet meer uit te leggen hoe je een vacature moet pitchen. Die snappen ook wel dat je niet een lang verhaal moet houden van 20 pagina's en een droge opsomming over, nou, het functie ziet er zus en zo uit. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon 30 seconden dit. Dat maakt deze functie leuk. Wat vind je daarvan? Maar nou maken we een mooi bruggetje naar eigenlijk de hamvraag van deze waar ik deze video mee begon. Hè? Van hoe zorg je er nou als werkgever of ondernemer voor dat je die high potential binnenharkt? Jij doet de sales voor ze, zo zie ik het maar even. Alleen jij werkt natuurlijk met materiaal wat jij krijgt aangereikt van die ondernemers. Ja. Hè? Dus dat is wat je verkoopt in feite. Wat zijn daar nou de elementen waar die ondernemer werkgever? Dus wat moet hij jou bieden waardoor jij die high potential voor hem kan regelen? Noem daar eens wat elementen uit. Is dat alleen maar hoog salaris? Ga uit van niet. Hoog salaris is iets te plat, denk ik. Het moet een waanzinnig uitdagende package deal zijn. En daar zit salaris als een hele belangrijke factor in. Toch wel. Absoluut. Maar er hoort ook bij een stukje flexibiliteit. Thuiswerken, flexibele arbeidstijden. Dat vindt men aantrekkelijk. Maar ook, al bij aanvang van zo'n functie. Wat zijn de doorgangsmogelijkheden? Als iemand in die functie na 3 jaar super succesvol is. Ja. Waar staat iemand dan over 3 jaar? Secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat moet niet marktconform zijn, want dat hebben ze al. Dat moet boven marktconform. Dat lees ik wel heel veel. Ja, dat marktconform. Moet, ja, marktconform. Dat ain't good enough. Weet je, je moet boven marktconform aanbieden. Ja. Anders blijft iemand lekker zitten waar die zit. Ik bedoel, maar dat is ook logisch. Dat is een stom woord eigenlijk, marktconform. Ja, marktconform. Want dan bied je dus niks extra's. Nee, dan bied je niks extra's. Dus waarom moet? Wij horen hem nog wel eens, hè? Ja, maar iemand moet ook werkgever, let op, hè? Ja, iemand moet ook wel een beetje willen investeren bij ons te komen werken. Nee, dat hoeft hij dus niet. Nee. Dan ben je echt 5 jaar geleden leef je nog 5 jaar geleden. Je moet nu zwaar boven marktconform, en dat heb ik niet alleen over primaire arbeidsvoorwaarden, maar de package moet gewoon super concurrerend zijn. Anders blijft hij lekker zitten waar hij zit. Anders gaat iemand zijn vaste contract, wat hij nu heeft, niet verscheuren om bij jou te komen werken. Want dat is toch een stukje onzekerheid. En wij zeggen altijd, dat stukje onzekerheid moet je afdekken met goede arbeidsvoorwaarden. En is het dan ook zo dat tegenwoordig, je leest natuurlijk best wel veel, misschien richting jonge mensen, hè, dat ze meer op zoek zijn naar zingeving, bla bla bla. Is het zo dat bepaalde soorten bedrijven die wat negatief onder de loep liggen, noem ik maar even, ik ga bewust geen namen noemen hoor, maar als het gaat om duurzaamheid of noem maar op, dat die het moeilijker hebben dan bedrijven die iets heel tofs doen? Ja.
Ja, maar dat geldt in. Ik zou hem nog algemener willen trekken. Als jij in een super sexy markt zit waar heel veel mensen willen werken, ik noem maar even iets: fashion of mode of film of voetbal of tv. Ja. Dan komen de mensen toch wel naar je toe. Daar hoef je niet waanzinnige hoge salarissen te betalen. Maar kom jij in de wat minder sexy business, bijvoorbeeld en de heftige machinebouw of zo, of ja. Bepaalde, nou, ik moet heel voorzichtig zijn, want dat zijn onze klanten, maar bepaalde IT-vlakken, vakgebieden, dan zal je waanzinnige salarissen moeten betalen om toch die mensen uit de markt naar je toe te trekken. Ja, snap ik. Dus dat, zo werkt het nou eenmaal. Ja. Maar het is niet alleen die package deal. Want jij vroeg van, ja, noem er een aantal. Mm-hmm. Ik wil er nog wel even eentje aan toevoegen. En dat is een vrij algemene. Zorg nou als werkgever voor dat je voor die high potential die rode loper uitrolt. Wij zien toch te veel dat werkgevers een soort van hindernisbaan ervan maken om daar te komen werken. Terwijl ze waanzinnig blij zijn met goede kandidaten. Maar toch maken ze het bijna moeilijk om daar zaken te gaan doen. Het is bijna een soort van ouderwetse trots van, ja, we call the shots. Ja. Terwijl het dus eindelijk omgedraaid moet worden. Het is omgedraaid. Het is een beetje, ik verwijs vaak naar onze klanten, naar werkgevers, van, ken je die Randstad reclame? Dat is een hele leuke reclame waarbij daar zes zwetende directeuren op een zolderkamer zitten te wachten tot ze binnen worden geroepen tot bij die ene student die bijna klaar is met zijn studie. Ja. En dan gaan zij solliciteren of die persoon die student daar wil komen werken. Ja. Dat is de huidige, dat is een beetje overdreven, maar dit is wel de huidige markt. Ja, jij moet in feite is je ben je als ondernemer, als werkgever ben je eindelijk aan solliciteren. Ja. Dus hele simpele dingen. Reageer snel. Maak er nou niet een heel ingewikkeld proces van 6-7 weken met 6 stappen. Ja. Dat gaat namelijk niemand doen. Zorg weer dat die package deal duidelijk in je vacature staat en wees daar helder en concreet over. Ja. Het zijn hele simpele dingen die waarvan je denkt, nou ja, dat is een beetje open deur. Nou, dat is helemaal geen open deur, want we zien het heel vaak bij heel veel werkgevers misgaan. Ja, helder. Hey, tot slot, hè. Jij zit al jaren in de sales. Wat deed jij in de voor sales supply? Want je hebt natuurlijk een bak ervaring. Ja. Ik heb hiervoor een ander bedrijf gehad. En dat is in positieve zin zo uit de hand gelopen. Voordat ik het wist, had ik opeens een bedrijf van 120 man en 3 vestigingen. Daar werd ik lichamelijk ziek van, zullen we maar zeggen. Ik had 4 antibiotica kuren per jaar nodig om mezelf op de been te houden. En toen heb ik gezegd, dat gaan we niet meer doen. Dus en ik moet, als ik heel enthousiast word, dan werk ik. En dan hoef ik bijna niet meer te slapen en te eten. Ja, en dat is niet gezond voor je lichaam, kan ik je vertellen. Dus, en daarvoor was ik zelf ook account manager. Dus ik heb het sales spelletje geleerd bij Graydon, bekend van de financiële bedrijfsinformatie. Ja, ja. En daar heb ik als junior echt een broekje van 24 heb ik het sales spelletje moeten leren. En pas na een paar jaar begon ik het ook echt te begrijpen en begon ik het ook echt leuk te vinden. En toen heb ik daar een aantal mooie stappen gemaakt. Toen ben ik ondernemer geworden. En wat is er zo mooi aan sales? Het proberen in het begin met iemand, ook als die een beetje stug is of je hebt daar geen band mee, toch proberen eerst de ijs te breken. Eerst vriendjes te worden. Ik begon het pas te begrijpen toen ik doorkreeg, ik moet hier gewoon een leuk gesprek van maken. Ik moet niet zoveel concentreren. Ik moet die vraag stellen. Ik moet dat zien te komen te weten. Nee, wees nou gewoon jezelf. Ga gewoon een leuk gesprek met iemand hebben. En door een paar door die band te creëren, komt dat verkopen, dat komt er achteraan. En ik zie het ook als een wedstrijd. Hè. Ik kan tegenwoordig, en de ervaren salesmensen zullen dit herkennen, denk ik. Ik kan bijna op het zinnetje nauwkeurig pinpointen en toen had ik de deal. Toen viel het kwartje. En dat, ja, je ziet het ook aan. Maar dat vind ik nog steeds leuk om te doen. Een spits vindt het scoren van een doelpunt verveelt nooit. En dat is voor een sales precies hetzelfde. Dat blijft gewoon leuk. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Leon. Ja, graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar dit gesprek over hoe jij als ondernemer of werkgever de topkandidaten naar binnen kan halen. Leon Spek van Salesply was dit. En zoals ik halverwege het gesprek al zei, in de beschrijving een link naar een aantal video's waarin we nog een heel pakket aan concrete tips met jou delen. Dus wil je meer, bekijk dat vooral voor nu. Dankjewel voor het kijken. En heb je geluisterd naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. Oh, en vergeet niet hieronder abonneren. Dankjewel. Hoi.
you.